12 maart 2014 is het Nationale Boomfeestdag. Op deze dag gaan kinderen in heel Nederland een boom planten. Het is de bedoeling dat de kinderen wat leren over de natuur en meteen een bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Groep 7 van basisschool De Pendula doet dit jaar ook mee aan de Boomfeestdag. Ze brengen daarom een bezoek aan de Beekse Bergen, waar ze verschillende activiteiten hebben gepland. Na aankomst worden de leerlingen begeleid naar het weiland waar de bomen geplant moeten worden. Met een tractor zijn er gaten in de grond gemaakt waar de kinderen hun bomen in kunnen zetten. Vandaag planten we bomen ter gelegenheid van de Nationale Boomfeestdag. Oké, en waarom is het eigenlijk na zoveel jaren wordt het hier geplant bij de Beekse Bergen en niet meer in het geboortebos? Het geboortebos dat staat los van de Boomfeestdag. Het wordt beide geïnitieerd door de Stichting Nationale Boomfeestdag. Maar vandaag is het echt landelijk dat de bomen overal in Nederland geplant worden vanwege de Boomfeestdag. Dus haken we nu aan bij dit project in de Beekse Bergen. En het geboortebos is 29 maart en daar planten we in het Noorderbos. Dus een losstaand project. Nadat de bomen zijn geplant is er een kleine pauze. Hoogste tijd om even wat te eten en te drinken. Daarna worden de kinderen getrakteerd op een safari door de Beekse Bergen. Wij zijn door de gemeente uitgenodigd om aan de boomplantdag mee te werken. Ja, en dat is voor ons een hele mooie kans om aan een educatief programma mee te doen. Dit kun je in de klas kun je niet voor elkaar krijgen. Dus we hebben heel graag hier aan mee willen werken en de kinderen hebben er vandaag heel erg van genoten. In de safaribus krijgen ze een leuke en educatieve tour door het safaripark. De ranger die ze begeleidt geeft uitleg over de verschillende dieren die ze tegenkomen. En zo komt er een succesvol einde aan de Nationale Boomfeestdag. Met veel nieuw geplante bomen en een hoop tevreden kinderen.